Dag 2 bij Intersolar in München. Weer 25.000 stappen en heel veel bedrijven bekijken. Veel zonnepanelen, inverters, dakmaterialen. Maar we gaan ook naar de professionalisering van de branche kijken. En de toekomst. Wow, this is cute. That is really very small. This is the world's smallest string inverter. Yeah. Only weighs 5.2 kilogram, yeah. A4 size. So this one is the best seller in the Dutch market. Did a lot of megawatt projects. And this one ranks from 50 to 80 kilowatt with 4 MPPT, 30% DC oversizing, 15% AC overloading capacity. Spectacular introduction of HiMo 4. What is HiMo 4? HiMo 4 is our new product for this year. And in Q4, I think our distributor Nautic will receive that. Doordat onze panelen verschillende afmetingen hebben, kan je ze heel mooi combineren. Waardoor je dus uiteindelijk meer panelen op je dak kwijt kan. Een hoger vermogen kan halen en dus ook meer kan besparen. Made in Japan, heel erg hoge hoeveelheid rendement. En al 22 jaar. En al 22 jaar. Van de 100. Het is altijd weer moeilijk om uit te leggen hoeveel nou eigenlijk elektriciteit kan doen. En dit is wel een aardig voorbeeld. Als je 17 vierkante meter zonnepanelen hebt, kun je daar 18.000 kilometer per jaar mee rijden in een hele aardige Tesla. Waar we eigenlijk al heel lang op gewacht hebben, het perfecte zwarte paneel. Helemaal aan de randen, alles zwart. Aan de randen, alles zwart. Geen bussels maar voorop. Als je zo daarvoor staat, kun je nog de cellen herkennen. Maar ga even 3-4 meter achter staan en je ziet niks meer. Je ziet alleen nog een zwarte oppervlakte. Dit jaar viel mij op de beurs dat de professionalisering heel belangrijk is. I love Europe. The market went down, but now it's coming back. It's coming back with much less subsidy dependency. In particular, what I love is the Holland market, the Dutch market, because it is mostly on the roof. Holland is really perfected sort of the rooftop market. The Dutch market may become the second biggest in Europe this year, surpassing Germany. Per capita, for sure, the biggest market we have in Europe this year. There's one pearl in the sea, which is the Netherlands. Ah, we are a pearl. You are a pearl, and I would even say probably a black one. The Dutch really love the black panels, and here we have a new product which we are presenting here at the show. Hoe het in Nederland georganiseerd is, lopen eigenlijk qua professionaliteit en volwassenheid in mijn beleving best wel voor op de rest van Europa. Uitermate belangrijk dat die professionalisering helemaal doorzet. We create a new word with Nautic, is what we call team. So team. Yes, yeah. It's an interesting name, team. T, actually T, it's means trust. So we trust each other, we are transparent. E is means efficiency. We have our efficient delivery to Nautic. A means aggressive, yeah. M means market share. We get more market share for all of us. Iedereen is laaiend enthousiast over de Nederlandse markt. En je ziet gewoon wel dat de uitdaging natuurlijk nu worden de installatiecapaciteit, de mensen. Daarom hebben wij vorig jaar ook in oktober ons innovatiecentrum in Nederland geopend. En we verwachten daar dit jaar 600 mensen te gaan opleiden. Wij kunnen natuurlijk ervoor zorgen dat onze systemen heel betrouwbaar zijn. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe het op het dak wordt geïnstalleerd. En dat moet ook uiteraard heel veilig en betrouwbaar gebeuren. Om gewoon naar een hoog percentage duurzame energie te gaan, moet je op een gegeven moment het net heel slim gaan balanceren. En daar zijn batterijen belangrijk. Dat zijn ze nu aan het uitvinden. Daar gaan we over een aantal jaren in Nederland heel veel plezier van hebben. Als ik naar de verhouding kijk in de beurs, er zijn 9 hallen. Ja. En van die 9 hallen, er zijn eigenlijk 2 hele grote panelen. Ja. En verder gaat het over batterij, over grid, over onderconstructie, over optimalisering van je powerparken. Ik merk toch een soort van rust hier en dat iedereen toch beter begint te snappen dat het allemaal gaat om lange termijn. Elkaar respecteren, daar ben ik heel blij mee, want dan kunnen we ook alles beter maken en prettiger. En ondertussen zorg ik hier natuurlijk voor op de beurs dat ik goed mijn werk doe voor onze klant. Tweede dag zit erop, 47.000 stappen gezet en ik heb ongeveer 50, 60 leveranciers gezien. De energiebranche die draait als een trein. Wij ontzettend veel innovatie op het gebied van de panelen, de inverters, maar ook op de professionalisering van de branche. Daar ben ik ook wel heel blij mee. Tot volgend jaar! Tim,